De oorlog in Oekraïne heeft grote gevolgen voor de landbouw. Het land staat bekend als de graanschuur van de wereld. Maar de export wordt steeds lastiger. Boeren moeten daarom iets anders verzinnen om te overleven. De Nederlander Kees Huizinga woont en werkt al meer dan 20 jaar in Oekraïne. Hij staat nu voor de uitdaging van zijn leven. Het agrarisch bedrijf van Kees Huizinga ligt op 300 kilometer van het front. En toch is de oorlog akelig dichtbij. De graansilo's puilen uit dankzij een historisch goede oogst. Het is mooi om hier in een volle graanschuur te zitten. Maar als je het fysiek niet kwijt kan, ja, dan is het een hopeloze situatie. Omdat het oorlogsgeweld de export belemmert. Want de Russen hebben de graanoverslag bij Odessa en vlakbij de grens met Roemenië gebombardeerd. Voor de oorlog kostte het van onze boerderij naar Odessa $25 per ton om het graan in het schip te krijgen. Nu moeten we met de vrachtauto via Odessa hier naar de Donau. Dan gaat het in een duwbak naar een Roemeense haven. En dat kost $85 per ton. Dus meer dan drie keer zo duur. Terwijl de graanprijs door de goede oogst sterk is gedaald. Hoogste tijd voor de baas van 350 werknemers om een voorschot op de toekomst te nemen. Als ik de toekomst van dit bedrijf zie, dan wil ik inderdaad minder exporteren en meer hier verwerken of verwaarden, dus toegevoegde waarde geven. Want met varkensvlees bijvoorbeeld kan hij per saldo veel meer verdienen. Op de immense landerijen worden oude stallen weer opgestart. En dit is een van de manieren waarop je van je graan afkomt. Die varkens eten het op. Dat wordt uiteindelijk varkensvlees. En dat verkopen we hier in Oekraïne. Tegen een hele goede prijs. Door naar de koeien. Daarvan heeft hij er nu al 1000. In de toekomst maal 3. Ik denk dat door die oorlog er ook best heel veel positieve gaan veranderen in Oekraïne. Het is ook een uitdaging, het is ook een kans. De interne markt biedt die kansen meer dan ooit, ook voor de groenteteelt. Met de graanexport was snel en goedkoop geld verdiend. De groenteteelt vergt veel meer investeringen. Maar daar kan Oekraïne wel veel meer van profiteren. De boer is optimistisch, waren het niet dat de oorlog aan hem vreet. En ik zou graag klagen over regen en droogte en kapotte machines en klimaatverandering. Ik heb me al voorgenomen dat ik voor de rest van mijn leven daar nooit meer over ga klagen. Weet je, want zo'n oorlog, daar kan je over klagen. Sinds het begin van de oorlog zijn 4 van zijn werknemers aan het front gedood.